Ho, hey! Hier in de studio, Gili. En Gili laat zien, laat echt letterlijk zien dat alles wat Char doet en Derek Ogilvie en de mensen van Astro TV, en dat het allemaal onzin is, dat het allemaal nepperij is en dat je er eigenlijk vooral niet in moet geloven. Maar als je er steun aan hebt, Gili, ja, dan moet je natuurlijk zelf weten of je bedrogen wil worden of niet. Dat is een feit, ja. Precies. Jij toert op dit moment door Nederland, hè, met jouw show. Iedereen paranormaal. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk een beetje ingedoken ook. Ik moet zeggen, ik kijk nooit naar Astro TV. Ik zit er altijd voorbij, maar laten we eens doen. Nou, dat heb ik dus vandaag gedaan. En dan kom je dus, dan stuiten wij dus op naar bijvoorbeeld dit fragment. Iemand belt op naar Astro TV. En zo gaat dan dat gesprek. Mijn vrouw die is sinds vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Ach. En er is totaal nog niet bekend wat er aan de hand is. Haar hele lichaam op haar gezicht, nou, die zit onder de rode vlekken. Okay. Ja. Ik krijg ook een soort allergie door. Ja. Ja, het is ergens allergisch voor. Ik weet niet precies waarvoor, maar ik krijg wel allergisch. Heeft ze ook jeuk aan? Nee, het doet zeer. Ja, want ik krijg een branderig gevoel. Maar ze komen er wel achter waar het vandaan komt. Ja. Het gaat wel weer over. Ze komen er wel achter en dan je maakt je zorgen van, oh jee, dadelijk ben ik ze kwijt of zo. Nee hoor, het gaat over. Nou nee, daar maak ik niet zorgen om. Maar daarnaast heb ze ook nog een spierziekte. Het lopen, dat gaat steeds moeilijker. Ja, ze vinden wel waar het vandaan komt. Die spierziekte heeft er ook een klein stukje mee te maken, want dat vraagt ook heel veel energie aan je. Dus ze komen erachter en ze wordt geholpen. Nou oké, bedankt. Maar het is toch echt ongelooflijk. Dus ja, wat zegt zij? Ze zegt gewoon niets. Het begint over, er zijn rode vlekken. Iedereen denkt onmiddellijk, ja inderdaad, dat zal een allergie zijn. Die jeukt, want allergie die jeuken voornaam. Nee, ze jeuken niet. Ja, ik voel ook een beetje een branderig. Dus alles wordt gewoon bijgestuurd, zoals ik daarnet zei, met die positieve verschillende dingen in één zin. Maar ze zegt ook, het komt goed. Het komt goed, ja. Ja. Dat is hoopgeven natuurlijk wat ze doen. Het komt goed. En ik hoor dan daarbij, kassa, dank u wel, dit is dan 30 euro of zo. Ik weet niet hoeveel. Er zijn mensen, ik ben eens in een andere radiostudio geweest waar ze geprobeerd hebben om zelf te telefoneren. En voor de eerste keer dat ze er binnenkwamen, zaten ze al aan 350 euro telefoonkosten. Want alle lijnen zijn bezet. Ja. En je kan niet door, je moet nog eens proberen. En die blijven met bellen en bellen, dus het is echt te plat voor woorden. Okay. We gaan het doen, hier in de studio. Met mij, geloof ik, hè? Ga je iets doen? Ik heb een boekje gekregen. En het gaat over het feit dat mensen signalen afgeven zonder dat ze het zelf beseffen wat die signalen kunnen zijn. Okay. Dus ik had gevraagd om een boekje te nemen. Ja. Je hebt dat boekje. Sla het eens open op eender welke bladzijde. Gewoon zonder te kiezen, eender welke bladzijde. Ja, heb ik. Heb je er een? Kies nu, vooral duidelijkheid voor de mensen thuis, ik zie niet op welke bladzijde jij nu bezig bent. Kies daar een woord. Maar we hebben maar tijd voor één woord, dus neem ineens gewoon een heel lang woord. Moet ik dat zeggen nu? Nee, niet zeggen. Okay. Kiezen, in gedachten. Ja. Dat is niet echt, als je het mij zegt, is het concept van de voorstelling niet helemaal gesnapt natuurlijk. Nee. Bedoeling is dat ik daar nu iets van vind. Oké, heb je een woord? Ja, in gedachten? Ja. Dus jij bent de enige persoon op de hele wereld die weet wat dat woord is. Ja. Oké. Denk aan de eerste letter. Gewoon de eerste letter. Ja. Kijk naar mij als je wil en stuur hem naar mij. Oké, je hebt het hele woord overloop. Je denkt alleen aan de eerste letter. Oké. Wat is de eerste letter van jouw woord? Moet ik het zeggen? Ja. De R. De R. Oh, ik heb een E. Er zit een E ook in. Dat klopt. Ja, maar je moest alleen aan de eerste letter denken. Dat is het probleem. En je dacht aan de tweede letter ook al. Klopt dat? Dat zou best wel eens kunnen kloppen, ja. Ja, oké. Dus we hebben een R. Oké, gooi je letters door elkaar. Ja. Er zit nog een E in? Zeker, ja. Twee E's zelfs dan. Als je zegt zeker, ik hoor aan jouw uitspraak dat er nog meer dan één. Dus er zijn drie E's, twee, drie. Ja, oké. Een E op het... Ja, oké. Een P? Ja. Ja? Ja. Oké. Een... Kijk eens naar mij. A-E-I. Een O? Ja, correct. En een I? Nou ja... Ja, oké, ik denk dat we... Hoe kan het nou? Ik denk dat ik het heb. Voilà, dus je hebt gewoon eender welk woord op eender welke bladzijde gekozen. Ik ga het eens tonen aan jullie dat er gewoon... ik kan zelfs... Waar is de camera nog? Ik zal straks geen camera tonen. Welk woord heb je gekozen? Een receptionist. Wil je eens lezen wat hier ik heb opgeschreven? Nee! Het staat er echt, hoor. Nou, ik ben echt onder de indruk hiervan. Ja, maar Gili, hoe doe je dit dan? Want jij zegt... Ik snap wel dat je met sturing heel ver komt... Uh-huh. Alleen, je hebt mij niet zoveel hoeven sturen. Jij komt zelf met letters en die zaten er allemaal in. Klopt. Is dat dan mazzel hebben?
Ja, als het alleen maar van mazzel zou afhangen natuurlijk, dan heb je heel veel kans dat het niet mislukt. Ik ben ook heel altijd blij als zo'n experiment lukt, want het is geen 100% zekerheid. Het is geen exacte wetenschap. Ja. Dus het is echt met mensen een kop fucken dat je doet en ze ja, indrukken geven, zorgen dat ze indrukken teruggeven en dan proberen te raden waarover het effectief gaat. Maar heb ik heel veel indrukken gegeven? Ja. Genoeg, blijkbaar. Ja, maar als je zegt, zit er een i in? Dat ja. is dan een wilde gok van jou. Dat is dan de char way. Is there an I? Is there a C? Is there ja. a B? En toen jij begon, toen ik zei, denk aan de eerste letter... en ik zei R en jij had een E... Ja. gokte je maar dat er nog ergens een E in zou zitten... en je zei, nee, je moet... Of... Ja, ofwel, heb jij niet goed geluisterd naar het? Ja, precies. In elk geval, laten we zeggen dat dit een demonstratie is van dingen die ik doe in de show. We doen het met een heel aantal boeken en woorden. Mensen kunnen van alles kiezen. En het is eigenlijk... De voorstelling is voornamelijk echt... om te lachen, dat is in de eerste plaats de bedoeling. Mensen hebben een hele fijne tijd. Maar ik toon dus de hele tijd van die rare dingen... die we nu misschien ook eens kunnen doen met iemand... met de mensen thuis. Ja, want wat is de bedoeling? Zijn er mensen die ja. luisteren, die willen... Wat zien heel veel sms'jes komen binnen van mensen die willen meedoen. Wat moeten ze doen? Dat ze nu allemaal een stukje papier nemen en een pen. En ik ga gewoon eens om te tonen dat je dingen kan sturen... Dat mensen denken altijd dat ze onafhankelijk beslissen... onafhankelijke dingen kiezen. Ik ga nu eens tonen dat je dingen kan sturen... Bijvoorbeeld. Dus iedereen die nu een bladje papier heeft en een pen... denk eens gewoon, ik ga je straks vragen om een eenvoudige vorm te tekenen. Zoals ja. een vierkant, een rechthoek. Niet te ingewikkeld, gewoon eenvoudig. Een ster en een hart, dat kan ik niet tekenen, dus dat doen we niet. Dus kies gewoon een eenvoudige vorm, een geometrische vorm. Oké, teken die. En nu ga ik vragen om nog een tweede vorm te kiezen. Ja, en teken die vorm in de eerste vorm. Oh. Zo. Ik heb net... een cirkel en een cirkel in een driehoek doorgestuurd. Ja. Dus iedereen die nu een cirkel en of de driehoek heeft... die is op de goede weg. Okay. We gaan nog een stapje verder. We hebben nog tijd, toch? Ja, okay, niet heel veel meer okay. eigenlijk. We gaan een heel stapje verder. We gaan iets tekenen nu. En ik ga vragen aan iedereen om gewoon een eenvoudig tekeningetje te maken. Maar kies gewoon iets, gewoon niet binnen in de huiskamer... maar stel je voor dat je naar buiten stapt, kijk rond... en gewoon het eerste wat je kan tekenen en teken dat... Oké, okay, ik ga ook iets tekenen, hetgeen dat ik aan het sturen ben. En zet daarnaast nog een tweede, we gaan nog een tweede tekening. Dus teken nog iets wat je op straat ziet en wat je kan tekenen. Voilà, ik ga het er zelfs bij zetten voor al duidelijkheid, want mijn tekencapaciteiten zijn niet zo fantastisch. Ik heb een auto en een boom getekend. Jezus. Ik hoor aan de reactie dat het er ook al op zit. Maar de mensen thuis nu, die ook inderdaad die cirkel, die driehoek hadden, die auto en of die boom, dat die nu even bellen, want we gaan met die persoon iemand kiezen. En dus als je of een cirkel, of een driehoek, of een auto, of een boom hebt getekend, of alle vier. Alle vier, het liefst alle vier. Dus heb jij inderdaad dus die driehoek in die cirkel getekend en een boom en een auto, dan moet je nu sms'en Gili naar 3333.